Hey hallo en welkom weer terug bij een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag gaan wij het hebben over een nieuwe update die zou komen naar Emergency Hamburg. En gaan wij lekker een politiedienstje draaien. Ondertussen word ik gepit door een beginnende politieagent. Geweldig. Ergens zou een zwarte Audi zijn die gezocht wordt. Er is iemand die hulp nodig heeft. Dan gaan we daar maar eventjes naartoe, denk ik. Ondertussen. En dan... Oh, er wordt getoeterd. Mooi. Dan gaan we het in de tussentijd eventjes hebben over de update. Ik heb twee foto's voor tot nu toe. En een van de foto's is dat je je auto's kan pimpen. Dus dat je de grill en de velgen een ander kleurtje kan geven. En wat we ook hebben is dat er de brandweerwagen, de ladderwagen. Dat je daarvan de ladder zou kunnen gaan besturen. Dat zijn natuurlijk allemaal hele gave en leuke dingen. Die ook nuttig zijn voor roleplay. Dus ik ben benieuwd of we deze in de volgende update gaan zien, ja of nee. Aangekomen nu weer bij de melding van de backup. Staat er een auto geparkeerd van random iemand. Hallo, moet je mee? Wat is er gaan? Oh, je moet mee. Dan gaan we jou, dat is je auto waarschijnlijk stuk. Dan doen we jou eventjes brengen naar het politiebureau. En dan gaan we daarna weer lekker verder met de dienst. Later. We hoeven hem helemaal niet terug te brengen. Er is een melding dat het Areos Fuel Station wordt overvallen. Dus daar gaan wij naartoe. One eternity later. En dat lijkt dezelfde Audi te zijn die gezien zou zijn bij de... Oh joh, ik ga echt helemaal kapot. Die gezien zou zijn bij de overval op de juwelier. Dat is deze Audi Q5. Wat we even schrijven. Ik wil eigenlijk niet dat die gaat repareren. Maar ik moet wel even repareren. Dus wat ik even gaan eerst zelf repareren. En dan doen we hem even klemrijden. Hier. Dan gaan we even je stopsticks gebruiken. Oh, dat is ook een politieagent. Wat een grap. Wat een geweldige grap. Ik ben zwaar geprankt. Nou, dan. Dan gaan wij op zoek naar een verdachte. 12 seconds later. En Gas and Go Fuel Station wordt overvallen. Daar gaan wij naartoe. 2000 years later. Ze hebben hem. Staan blijven. Politie, hij is gepakt. Wat mooi. De eerste verdachte van deze aflevering is aangehouden. Weliswaar niet door mij, maar dat maakt niet zoveel uit. In ieder geval, er is iemand aangehouden. Prachtig. Dan hebben wij nog heel wat andere mensen te pakken. Dus we hebben nog een drukke dag. Later. Er is hier een wanted persoon aangetroffen. In de sedan die ik ook heb in die cabrio. Oh nee, auto's doet het weer leuk. Hop, instappen en we gaan gelijk de achtervolging inzetten. Hop. Uit die auto. Uit die auto. Uit de auto, er is er al eentje gepakt. Ik ga achter de andere aan, ik ga achter de andere aan. Hoppa, taser is ingezet. Persoon is aangehouden. Op naar de gevangenis. 2000 years later. Ho ho, ho ho, ho, ik word beschoten. Ik word beschoten, helpie. 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 Auw. Ik had hem zoveel stopsticks kunnen geven. Oh, dat gaat nog steeds mogelijk zijn. Als de oude banden zijn stuk. Jongens. Je bent sec. Dus een interventie voor u. Fijne avond. Ik ga meneer in de gevangenis steken. 12 seconds later. Zo, hoppa. C. Hype owner wordt in de gevangenis gestoken. 70 XP erbij. Lekker man. Later. De juwelier is zojuist overvallen. En ik denk te weten wie dat heeft gedaan. Dus we gaan hier eventjes achteraan rijden. Hij heeft ook al lekker banden. Dus het zou goed kunnen dat deze wand het is. Gaan we eventjes... Zijn kenteken invoeren. En daar, dus kenteken lijkt niet wanted. En jij? Ben jij wanted? Geen idee. Prachtig. Heerlijk. Geweldig. Wij gaan jullie weer zien als wij iemand gaan aanhouden. One eternity later. Hop, we gaan in de achtervolging van een Lamborghini waar collega's mee bezig waren. Even kijken. Dus wij gaan deze lekker achtervolgen. En hij is geliefd, wel een verdriet. Wij gaan denk ik weer door met onze dienst. We hebben nog 4 mensen aan te houden. Dus dat gaan we even fixen. One eternity later. Is dit 33 IG? Dit is 33 JK. Nou, wij gaan even kijken hoe meneer reageert. Dus even aan de kant gaan staan.
Hallo. Hop. Hey. Even kijken wie ben jij. Dus hebben. Even kijken. Oh, die zijn allebei niet wanted. ID, please. Zo. Hop. Dit gaat over Akram en die zijn allebei niet wanted. Oké, okay, dan weten we dat in ieder geval. Ga jij die nog geven, meneer? Die kaart, oh joh. Lekker dit. Staat hier helemaal dicht. Kan niemand meer doorheen. Alleen omdat wij een ID-kaart vragen die hij niet geeft. Hallo, where can I find it? RP. C. In chat. Gas and Go wordt overvallen, dus daar gaan we naartoe. Later. Bij Gas and Go is niemand, het alarm gaat wel nog af. Dus als de collega's wat vinden, dan zetten we het in de radio, dan kom ik ook. Ik geloof dat ik de verdachte mijzelf heb gevonden. Hop, waar gaat hij naartoe? Want dan kan ik stopsticks neerrammen. Hop, en geraakt, geraakt, geraakt. Wij gaan achtervolging inzetten. Hop, meneer is staande. Staan blijven. Politie. Handjes laten zien. Hop. Hij is getaserd. Hou jij hem aan, meneer de collega. Geweldig. Fijne avond, meneer. Tot de volgende. 2000 years later. Mijn auto is bijna stuk. Dus wij gaan eventjes naar de ADAC toe. De containers worden ook overvallen. Dus ik weet niet of wat achter me rijdt. Hop. Daar gaan we dan ook denk ik maar na dat repareren gelijk naartoe door. 12 seconds later. Hop, ik denk dat de personen die wanted zijn dat we die zojuist hebben gevonden. Hop, doe jij eens even stoppen. Ja, rijdt bijna door rood. 40 OK. Even kijken. 40 is niet wanted. Maar toch wil ik jou eventjes doorzoeken. Want je hebt waarschijnlijk iemand bij je die de containers heeft overvallen. Dus doe eens even stoppen. Nope, hij heeft niemand bij zich. Dat had makkelijker gekund als hij gewoon even was blijven wachten. Dan moeten wij nu weer snel het terrein van de haven op. One eternity later. Jij gore, gore, gore pranker. Dat is, hij stond met het busje te wachten tot de agenten binnenreden en dan draaide hij eruit. Nou, ik heb je gezien, dus jij gaat met mij mee, vriend. Samen blijven, ik weet dat hij met nog iemand is. Hij is getaserd. Is hij echt niet met nog iemand? Hij was toch wel met nog iemand. Nou, in ieder geval prachtig. Hij is aangehouden. Akram, ik heb je nog net gecontroleerd. En waarom doe je nou weer zo dom dan?
Oh, ik krijg hem mee van de kijker, is het dan, zal dat dan wel zijn. Wat gezelligheid. Wij gaan hem lekker opbrengen naar de gevangenis. Hij is geliefd. Geweldig. Niks overbrengen naar de gevangenis. 12 seconds later. Het is weer lekker rustig. Er is nog één iemand wanted. Die mogen mijn collega's lekker gaan doen. Ik vind het weer mooi voor vandaag. Het was misschien een wat kortere video dan normaal. Maar het is ongelooflijk heet hier op mijn zonnetje. Dus ik ga snel editen voordat ik hier doodbrand. En dan zien we graag terug bij de volgende aflevering. Tot de volgende maar weer.